Leonor van der Sloot, de beste wensen natuurlijk. Ja, de beste Goedemorgen. Wensen. Goedemorgen. Leuk dat heb je goede bent. Voornemens, Leonor. Minder ondoordacht geld uitgeven, had ik bedacht. Ja, hoe wil je überhaupt geld uitgeven tijdens deze lockdown? Is dat online shoppen? Ben je daar nou ja, aan? Het is natuurlijk wel heel makkelijk om online te shoppen. En, ik vind het niet leuk. Het is niet leuk, maar het is wel makkelijk. Van, oh, ik heb dit nodig. Ook oh, zie dat nog. Hup, in je winkelmandje. Ja. Maar ik las ook dat online shoppen, dat het, als je niet lekker in veel zit, dan ga je achter je computer dingen bestellen. Ja. Oh ja? Nou, het is geeft een het is heel. Jullie gaan vast allemaal wel eens naar de IKEA. Nee, daar kom ik eigenlijk nooit. Nee, dat vind ik zo vreselijk. Nee, bij de IKEA ik ben er wel eens geweest, ja. Nou, de IKEA heeft een hele psychologische benadering voor hun winkel. Ja. En als je er binnenkomt, heb je het gevoel dat je in één grote chaos terechtkomt. Ja. Toch? Lekker druk, overal bordjes, dingetjes. Dat zorgt voor stress. En wat doen mensen als ze stress hebben? Dan zoeken ze controle. Een van de dingen waardoor je een gevoel van controle krijgt, is dingen kopen. Ja. Dus vandaar dat al die bakken waar je makkelijk iets kan pakken in je winkelmandje. Net als die kassakoopjes bij de supermarkt. Net als die kassakoopjes, ja, dat geeft een gevoel van controle. Dus je wordt eigenlijk verleid om dingen te kopen. Daar is heel erg over nagedacht. Ja. Ook de route die je loopt in IKEA. Ook de route natuurlijk wel eens voor chaos. Je ziet het einde niet. Het is net als in een casino. Er zijn geen ramen, dus je ziet niet hoe laat het is. Er hangt ook geen klok. Al dat soort dingen, dat speelt allemaal mee. Ja, oké. Dan, nou ja, goed, we gaan het natuurlijk hebben over goede voornemens. Dat hebben we natuurlijk al gedaan op het gebied van bewegen. Maar ook op het gebied van je relatie zou je goede voornemens kunnen nemen. Zeker. Ik heb een paar leuke vragen bedacht. Dan gaan we nu met de quiz beginnen? Nou. Heb jij de bingo muziek? Nou, ja, ik ga meteen even opzoeken. Ja, we gaan even de muziek eronder. Oh, ja. Dan horen mensen ook het verschil tussen gesprek en quiz. Dat is leuk. Ik praat het even vol, want dat hij dat gevonden heeft, dat duurt eventjes. Maar goede voornemens met betrekking tot je relatie. Natuurlijk zijn er een hele hoop mensen die daarmee gaan. Hé, hey, kijk, daar is die. Daar is de muziek. Maar deze quiz gaat niet alleen over goede voornemens. Oh, hij mag weer af. Het gaat ook over wat is er in 2021 eigenlijk gebeurd op het gebied van relaties en psychische gezondheid. Nou ja, dat was het jaartje wel ook natuurlijk met corona. Nou, absoluut. Thuiswerken. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die hebben elkaar tijdens bijvoorbeeld die eerste lockdown ontmoet. Die hun relatie is nooit anders geweest dan dat er geen corona was. Is hun nieuw normaal, hè? Ja. Ik ben heel erg benieuwd hoe mijn relatie is als corona ooit een keer voorbij gaat. Want dan is het ineens dan kun je ineens dingen gaan doen samen. Ja. Want nu lig je alleen maar in bed. Ga je dan daten? En nu lig je helemaal onder de wol samen. Ja, precies. Ja. Oké. Onder de wol. Ja. Dat is meteen een mooie inhaker voor de eerste vraag. Oh. In het coronajaar 2021 zijn er een record aantal baby's geboren. Oh. Hoeveel zijn er geboren? Ja. Ik zal een aantal opties geven. Dat was van de week het nieuws. Ja, heb je goed opgelet? Bijna 170.000. B, bijna 180.000. Of C, bijna 200.000. Ik dacht 170.000. Ik ga voor de 200. Allebei fout. Het is 180. Het is 180.000. Bijna 170.000. Dat was sinds 1981 het laagste punt. Oh. En het hoogste punt was in het jaar 2000 bijna 200.000. Oh, we hadden van de week hier in Flevoland dat er meer baby's geboren waren dan dat er mensen overleden. Ja, dus dat maakt ook dat we nog steeds groeien. Hè? Ja. 17.600.000 mensen. 17.600.000 mensen zijn er op dit moment in Nederland inwoner. Ja. En er wordt nog niet echt gesproken van een babyboom, maar wel een kleine coronageboortegolf. Ja. En met name rond de 30 jaar krijgen mensen op dit moment het meeste kinderen. Oh. Mijn gedachte daarover is dat dat vooral komt omdat als je dan toch veel thuis zit en je hebt toch de tijd. Dan is dat een mooie moment om dan aan kinderen te beginnen. Kun je ze aandacht geven. Ja. Met thuiswerk is het natuurlijk veel makkelijker om dingen te organiseren dan als je weg moet en opvang. Weet je, als met huisdieren, die nemen mensen nu ook massaal. Ja. Alleen dan, die doen ze weg. Als ze dan ineens Met een kind gaat dat natuurlijk niet. Ja, het kan wel, maar dat doe je lijkt niet. Me niet zo handig. Met een dier trouwens ook niet. Nee. 0-0 is de stand. 0-0. Schiet niet op. Volgende vraag. Waar of niet waar? Ja. Door het tweede coronajaar 2021 zijn er meer echtscheidingen geweest? Ja, dat is waar. Dat denk ik ook. Ja hoor, absoluut niet.
Nee, dat is niet waar. Daar verbaasde ik me eigenlijk ook over. Je bovenop elkaars lip zit de hele dag, dan ga je toch ruzie maken op een gegeven ogenblikje. We hebben lockdown, je kan ook niet naar een advocaat. Nou, het is echt zo dat de relatieproblemen zijn wel vele malen meer door corona. Maar door corona is ook heel veel uitstelgedrag. Mensen voelen zich onzeker over hun financiële situatie, vinden het moeilijk in te schatten wat er gaat gebeuren. Dus stellen dat soort beslissingen uit. Zijn mensen ook niet misschien wat meer vergevingsgezind, dat je dan makkelijker zegt, ja, maar dat komt ook door de hele coronasituatie. Dat is natuurlijk wel zo, maar daar zit ook een bepaalde rek in. Dus we zitten nu anderhalf jaar twee jaar zitten we alweer in die lockdown. Nee, maar ook misschien praktisch. Ik bedoel, kinderen. Ja, waar moet je een ander huis? Waar moet je een ander huis gaan vinden? Er zijn natuurlijk heel veel mensen die ook financieel in de problemen komen door corona. En denk aan alle horecaondernemers. Die hebben ineens geen inkomen. En dan moet je ook nog scheiden en moet je in één keer twee huizen gaan bekostigen in plaats van één. Ja, dat zijn toch allemaal overwegingen die mensen heel erg spannend vinden. Ja. Dus ze kiezen er vaak toch voor om dat nog even uit te stellen. 1-0 voor moi. Nummertje 3. Ja, vraag 3. Waarom falen goede voornemens? Dat is een goede vraag. Het is een meerkeuzevraag. A. Mensen hebben onrealistische verwachtingen. B. Patronen zijn heel moeilijk te doorbreken. En C. Januari is de slechtste maand om met goede voornemens te beginnen. Ik denk het laatste. Ja. C. Het is de laatste. Het is eigenlijk mijn strikvraag, want het is allemaal waar. Dat vind ik niet. Ik ga een leuke vraag. Nee, die slaan we over. Nee, in ieder geval, maar jullie hadden hetzelfde geantwoord, allebei 1 punt. Ja, ja. Het is echt zo dat mensen vaak op het moment dat je dan goed voornemen bedenkt, zoals diëten, afvallen, minder drinken, dan gaan ze ook meteen er vol voor. Ja, en dan veranderen ze alles in hun leven. Ja. En dat is natuurlijk ontzettend moeilijk vol te houden. Dat brengt me meteen op het volgende punt. Die patronen die moeilijk te doorbreken zijn. We zijn toch gewoontedieren. We houden ervan om dingen op een bepaalde manier te doen. Als we iets constant herhalen, dan vinden we dat ook prettig. Dus het is vaak heel moeilijk om dat te doorbreken. Dus mijn tip is, wil je echt iets veranderen aan goede voornemens? Wil je afvallen? Wil je minder drinken? Wil je aan je relatie werken? Begin met kleine veranderingen. Small things often, zeggen ze vaak. Beetje langzaam opbouwen. Ja, langzaam opbouwen. En niet 1 januari, maar het kan ook 32 mei. En wat jullie zeiden, januari is de slechtste maand. Dat klopt ook, want de beste maand om met je goede voornemens september te beginnen. Ik heb augustus gelezen. Oh, ik dacht, augustus, september. Zo na de zomervakantie. Precies, toch? Precies. Ja. En dan heb je ook niet de helemaal goede feestdagen in de buurt. Het is niet donker. Je wordt niet bedrukt door het weer. Dat is het ook, ja. Ja, weet je, je hebt vaak meer energie om iets te gaan veranderen. Dus wil je iets veranderen in je leven, doe dat dan vooral lekker in de zomer. Oké, nou, dan ga ik gewoon naar wachten. Het goede voornemens. Nou. 1-1 staat het. Nee, 2-1 is het dan. Het was 1-0. Nee, het was 1-0. En nu is het 2-0. Ja. Eerste helft. Hallo, je moet wel goed opletten. Oh, sorry. Net als omdat we allebei. 2-1. Maar je bent een slechte. Maar goed, Linda de Mol konden we niet krijgen. Maar goed. In de eerste helft van 2021 was het gemiddelde mentale gezondheid van de Nederlandse bevolking op een dieptepunt. Wanneer was dat in? De eerste helft van 2021. Okay, de cijfers van de tweede helft zijn nog niet binnen. Dus dat is nog moeilijk om daar iets over te zeggen. Dat is waar. Ja. Welke leeftijdscategorie leed het meest onder de mentale problemen? Ja. Is dat A, 18 tot 25 jaar? Is dat B, 25 tot 30 jaar? Of is dat C, 12 tot 18 jaar? 25 tot 30 jaar. Wat was de eerste? 18 tot 25 jaar. 18 tot 25, zeg ik. Dat is goed. 2-2. Heel spannend. Maar waarom is het dan juist? Is het omdat ze op school zitten en zo? En dan juist niet konden? Juist die middelbare scholieren, wil ik zeggen. Die leeftijd van middelbare school tot en studententijd. Dat zijn de mensen die het meest behoefte hebben aan het sociale contact. Die via de school komt, die via de opleiding komt. En dat zijn dus ook de mensen door het constante wisselen van strategieën. De lockdowns, waardoor ze niet naar school kunnen. En dan denk ik nog meer de meisjes dan de jongens. De meisjes zijn altijd met de vriendinnen en een beetje bij elkaar en gezellig. En jongens kunnen ze misschien nog wel. Die hebben ook vrienden nodig, maar die kunnen dat wat los van elkaar. Wat je vaak ziet is dat. Dat is natuurlijk geen. Niet helemaal zo, want niet alle jongens houden van gamen. Maar heel veel jongens kruipen achter hun computer.
En dat is natuurlijk best een beperkte sociale omgeving. Of een andere hoek. Dus dat gebeurt helaas. En ze kunnen er gewoon echt heel weinig aan doen. Dat hun structuur eigenlijk onder hun voeten vandaan wordt geslagen. Terwijl dat juist zo belangrijk is. 2-2. Ja. Hebben we nog een laatste vraag? Nee, dat was het. Dit was het alweer. Maar dat kan niet. Dan zitten we gelijk. Dan zitten we 2-2. Verzin eens wat. Verzin even een leuke vraag. Ja. Een leuke vraag. Als afsluiting. Voor 2021. Ja. Ja, dat is lastig, hè? Ik moet heel even nadenken. We zijn er tot 2 uur. Ja. Nou, dat is dan doen we even een vraag uit mijn praktijk. Ja. Met welk probleem denk je dat mensen in 2021 het meest bij mij in de praktijk zijn gekomen? Oh, dat is een open vraag. Eenzaamheid. Nee, wat? Ja, eenzaamheid binnen je relatie bedoel je? Maar dan iets in het algemeen. Ja, dat kan binnen een relatie zijn. Maar... Nee, je gaat naar een relatietherapeut meestal als je een relatie hebt. Niet als je geen relatie hebt, toch? Of ga je ook naar een relatie? Ik krijg wel eens mensen die op zoek zijn naar... Ik kom in patronen terecht waardoor ik juist geen relatie aan kan gaan. Dus dat kan. Oh, ja. Waarom gaan de meeste mensen in 2021? Dan denk ik toch... Neem je tijd, hè, Marco? Ja, we zijn er tot 2 uur. ik vind het heel moeilijk eigenlijk. Ik zou überhaupt niet weten waarom je naar een relatietherapeut toe gaat. Oké, ik denk dat ik gewonnen heb. Nee, maar ik denk dat... ik denk toch dat het dan onder de lakens... of tussen de lakens niet meer is wat het was. Dus dat mensen toch... dat de seks niet meer goed is... en dat ze daarom waarschijnlijk bang zijn dat die relatie niet goed is. Eigenlijk krijgen jullie allebei geen punten. Het is allebei niet... Maar dan moet je nog een vraag verzinnen, want we blijven 2-2. Maar wat wel dan? Wat staat op nummer 1? Ik heb echt in 2021 gemerkt dat de meeste mensen die bij mij komen... ook onder andere door corona en het op elkaars lip zitten... daar veel meer ruzie kregen. Oh, en echt niet meer uit die ruzies konden komen. En dat ze daarvoor merkten dat ze als ze ruzie hadden... dat ze het nog wel konden repareren. Of dat ze er moest even tijd overheen gaan en dan ging het wel weer. Soms hebben mensen ook even afleiding nodig. Gaan ze naar hun werk? Kunnen ze even hun hoofd weer leeg maken? Even afstand houden. Even een beetje afstand. Die afstand die viel weg. Ja. En ineens kwamen ze er niet meer uit. Nee. En ja, dan zijn dan toch heel vaak mensen die wel graag bij elkaar willen blijven. Die toch heel veel van elkaar houden. Maar die destructieve ruzies gewoon niet meer onder controle kregen. En dat is eigenlijk de grootste aanmeldvraag geweest in 2021. Ja, begrijp ik. Ja, 2-2, daar moeten we mee doen, Bas. 2-2. Hartelijk gefeliciteerd. Ja, jij ook. Dankjewel. Want eigenlijk was mijn antwoord nog wel goed. Als je ruzie hebt, heb je ook geen seks meer. Ja. Nou, dat is wel misschien interessant om te weten. En ook leuk voor de luisteraars om, of in ieder geval goed om in de gaten te houden. Ja. Vaak, als het niet goed gaat in de relatie, merk je dat het op seksgebied als eerste slechter gaat. Oh ja? Ja, het wordt ook wel gezien als het vogeltje in de kolenmijnen vroeger. Op het moment dat je de verbinding verliest en het gevoel van genegenheid en warmte, liefde voor elkaar verliest, dan voel je ook niet meer de behoefte om intiem te zijn, om te knuffelen, om liefde afstandelijk. Als je dat merkt, moet je van de bel trekken. Als je dat merkt en je denkt, wat is er aan de hand? Waarom is? Dan is het toch wel interessant om daar eens naar te kijken. En soms is er iets anders aan de hand, maar dan is het zeker de moeite waard om eens even gewoon afspraak te maken bij een relatietherapeut. Bij jou bijvoorbeeld. En dat kan. Dankjewel, Leonor van der Sloot uit Lelystad.